Hallo allemaal. Voor mijn allereerste video op YouTube ga ik het vandaag hebben over de marktentoezaak. Ik weet niet of jullie er wel eens van hebben gehoord, maar het is een van de meest grote zaken geweest in België. En ik ga jullie er vandaag meer over vertellen. Dus als jullie dat leuk lijkt, blijf dan kijken. Alles begint op 9 augustus 1996. Wanneer de 14-jarige Letitia Delhaize in Bertry verdwijnt terwijl ze van het zwembad naar haar huis loopt. En het was een korte afstand, dus dat zou op zich niet fout moeten gaan. Maar uren gaan voorbij en Letitia komt nog steeds niet thuis. De volgende dag besluit ze de politie te bellen. De politie ziet dat het de zoveelste onrustwekkende verdwijning in de omgeving. Er zijn er namelijk al heel wat meer geweest. Dus er wordt besloten groot in te zetten. Politie, brandweer, helikopters, alles wordt ingezet. Vrijwilligers gaan de bossen doorzoeken. Ze doen alles wat ze kunnen om dit meisje te vinden. Ondertussen gaat de politie ook kijken bij het zwembad waar ze voor het laatst gezien is. Kijken of mensen misschien wat hebben gezien. En mensen hadden wat gezien. Er was namelijk een non die getuigde dat ze een wit bestelbusje had zien staan op de route richting Letitia's huis. Het was een wit bestelbusje en hij stond er maar een beetje met de motor wel draaiende en ze vond dit verdacht. Maar ja, goed, het is een wit bestelbusje, daar zijn er duizenden van, dus daar heb je nog niet eens zoveel aan. Dus ze moesten natuurlijk ervoor zorgen dat ze meer informatie over dit witte busje konden krijgen. Hoe ga je dit doen? Buurtbewoners vragen. Weet je, er zijn genoeg mensen in die buurt die daar woonden. Dus ze gingen buurtbewoners ondervragen. En toevallig was er een buurtbewoner die zich nog het exacte model kon herinneren en zelfs delen van de nummerplaat. Dit deelde hij met de politie en de politie heeft dit vervolgens ingevoerd in hun database. Onder die naam, hetzelfde type bestelbusje, in het wit, met diezelfde nummerplaat, daar zijn er natuurlijk niet heel veel van. De politie ging kijken en eigenlijk popte er gelijk één naam op die voor hun heel erg eruit springen. Namelijk Mark Dutroux. Dat komt omdat hij al eerder te maken had gehad met kinderontvoeringen. En natuurlijk gaan dan alle bellen rinkelen. Een wit busje dat gezien is op de plaats delict bijna, die al eerder meisje heeft ontvoerd. Dat rinkelt alle alarmbellen. Dus ze gaan kijken, waar woont deze man? Hij woont ook in de omgeving. En dus besluit ze op hem te gaan letten, hem te surveilleren, even kijken van wat is hij aan het doen. Zien we misschien iets verdachts? Maar het probleem is, Mark Dutroux had heel veel adressen. Dus ze besloten op verschillende plekken te surveilleren. En op een gegeven moment hebben ze hem naar buiten zien komen met zijn vrouw, Michel Martin, en zijn handlanger, Michel Lelievre. Zij worden op 13 augustus, dus 4 dagen na de ontvoering van Letitia, opgepakt. Dutroux zegt echter niks. Hij heeft er niks mee te maken. Hij weet totaal niet waar het over gaat. Hij praat zich eigenlijk overal onderuit. Dan wordt heel zijn huis overhoop gehaald, want dat mag. Als je iemand ondervraagt, dan mag je ook het huis doorzoeken. En eigenlijk wordt daar helemaal niks gevonden. Dus de politie zit op een doodspoor. Maar ze denken toch wel van, dit zou echt wel de man kunnen zijn. Dus besluit ze ook zijn busje te doorzoeken. Het busje, het witte busje, waarin Letitia waarschijnlijk zou zijn ontvoerd. Dan halen ze wasgoed van Letitia. Laat ze ruiken aan de snufferhonden, weet je wel, om te kijken. Dit is de geur van haar, kan je het zien? En die geven aan dat Letitia daar is geweest. Wanneer ze Mark confronteren met dit bewijs, zegt hij haar plots wel te hebben gezien. Oh ja. Dan plots. Opeens heeft hij er wel gezien. Nou ja, hij heeft er dus wel gezien, zegt hij nu. Hij zegt alleen dat hij haar wat te drinken heeft aangeboden. En dat hij er daarna heeft laten gaan. En dat hij er daarna totaal niks van weet. Hij was in ieder geval zeker niet degene die er ontvoerd had. Maar dan besluit ze zijn handlanger, Lelievre, ook te interviewen. En die is toch wat minder zelfverzekerd. Hij ziet al het bewijs wat de politie tegen hun heeft en besluit te bekennen. En Lelievre geeft aan samen met Dutroux Letitia te hebben ontvoerd op 9 augustus. Wanneer Dutroux wordt geconfronteerd met de bekentenis van zijn handlanger, besluit hij te vertellen, oké, ik was het, maar ik kan je nog een naam geven van een meisje wat ik heb ontvoerd. En de rechercheurs schrikken hier natuurlijk van, want die denken, oké, dit gaat over één verdwijning. En dan komt hij opeens aan met de naam van een tweede meisje, namelijk Sabine Dardenne, 12 jaar, die op 28 mei 1996 ook ontvoerd was. En sindsdien was er geen spoor meer van haar te bekennen. Politie die schrikt hier natuurlijk van, want ze denken niet zomaar twee meisjes te vinden. En vragen aan Dutroux van, oké, zijn ze nog in leven? En zo ja, waar zijn ze? Dutroux neemt ze mee naar een kelder. En eigenlijk is in die kelder, het is gewoon een normale kelder.
Totdat hij een rek leeg haalt, waar allemaal dozen op staan. Die haalt hij leeg. En dat rek kun je open trekken. En daarachter is een groot gat. En daarachter zit een hele kleine ruimte. En inderdaad, daar liggen twee meisjes levend nog. De troe laat ze eruit. En het gekke is wat hier gebeurt, is dat de meisjes de troe bedanken. En je zal waarschijnlijk denken, waarom de hel zou je hem bedanken? Daar kom ik later nog op terug. Want de troe was namelijk een meestermanipulateur. Maar nogmaals, daar komen we later op terug. Want we gaan het eerst even hebben over wie Mark de Troe nou is. Mark de Troe werd op 6 november 1956 in Elsenen geboren. Hij is de oudste zoon van twee onderwijzers, Victor de Troe en Janine Louwens. Na Mark volgen nog zijn drie broers, Paul, Serge en Johan en zijn zus Valerie. Over zijn jeugd wordt gezegd dat zijn ouders het totaal niet met elkaar konden vinden. Het liep thuis niet lekker, ze waren niet echt verliefd, maar de moeder van Mark werd na 2 maanden zijn vader gezien te hebben, zwanger. Zonder getrouwd met hem te zijn, wat echt een no-go was in die tijd. Dus moesten ze gaan trouwen. Het was echter wel echt ongewild. Dus Mark heeft zich ook waarschijnlijk heel erg ongewild gevoeld, omdat het niet de bedoeling was. Verder wordt over de vader gezegd dat hij een enorm respectloze en rare man was. Hij was niet liefdevol tegen de kinderen. Geen fijne man om bij te zijn. De Troe vertelt zelf dat zijn moeder vooral een naar mens was en dat hij vooral een ekel had aan haar. Waarom dat precies is, dat is nergens echt te vinden. Maar er wordt in ieder geval door alle andere broers en zijn zus verteld dat vooral de vader een koud figuur was en dat er totaal geen liefde van kwam. Over de Troe wordt gezegd dat hij vanaf jonge leeftijd eigenlijk al apart was, anders. Hij hoorde er niet bij, hij was een buitenbeentje. Zijn leraren beschreven hem als koud en gevoelloos en dat ze hem nooit eigenlijk emoties zagen tonen. Wat al best wel bijzonder is voor een jong kind. Dat is al niet zo'n heel goed teken, laten we eerlijk zijn. Mark besloot eigenlijk op al vrij jonge leeftijd naar het huis uit te gaan, omdat het gewoon totaal niet een fijne omgeving was. En daar waren eigenlijk zijn broers en zus heel erg blij mee, omdat hij volgens hen een dictator was. Jaloers, egoïstisch. Eigenlijk kunnen ze geen goed woord zeggen over Mark. Hij voelde zich niet heel erg op zijn gemak thuis. Verder in zijn leven, een hele sprong. Maar in 1989 wordt hij veroordeeld tot 13 jaar cel voor het verkrachten van 5 meisjes. 5 minderjarige meisjes. En ik weet wat jullie denken, red flag. En dat denk ik ook. Maar natuurlijk heeft het rechtssysteem het weer fantastisch aangepakt. En is hij vervroegd vrijgelaten. Om welke reden weet ik niet precies. Maar het lijkt me vrij duidelijk dat deze man niet zo snel had vrijgelaten moeten worden. Omdat hij duidelijk een gevaar was voor de samenleving. Maar goed, de Belgen dachten er anders over. Het Belgische rechtssysteem. Laten we even teruggaan naar 1996, waar we gebleven waren. Letitia en Sabine zijn net vrijgelaten uit de kelder. En langzamerhand komen er verhalen natuurlijk van wat er met ze is gebeurd. Ze zijn seksueel misbruikt, vastgeketend geweest, gedwongen om bij hem in bed te liggen. De meest gruwelijke dingen. En dat allemaal terwijl hij zei dat hij niet de bad guy was. Want hij zei tegen de meiden dat hij deel uitmaakte van een groter netwerk. En dat die anderen uit het netwerk hun wilden vermoorden. Dat hij slechts de uitvoerder was van de opdracht die hij hogerop had gekregen. En dat als ze hem verveelden of dat ze hem irriteerden, dat hij hun zo weg konden doen. Dit zorgde ervoor natuurlijk dat de meiden op een bepaalde manier wel dankbaar waren. Want ze dachten, deze man is in controle over mijn leven. Dus ik moet hem met respect behandelen. Ik moet doen wat hij zegt. Omdat anders het mijn dood kan worden. En dit was dus waar de Troe heel goed in was. Manipuleren, vooral van jonge meisjes die zo in zo'n kwetsbare situatie zaten, dat ze eigenlijk totaal alles geloofden wat hij zei, omdat ze zo bang waren hun leven te verliezen. Terug naar het politiebureau, waar Mark de Troe nog steeds wordt ondervraagd. En tijdens een ondervraging begint hij opeens over Julie. En dit is een naam die de politie nog niet eerder uit zijn mond heeft horen komen. Maar hun doet denken aan een zaak
uit 1995, het jaar daarvoor, waarbij twee meisjes, Julie en Melissa van 8, zijn ontvoerd terwijl ze op een brug boven de snelweg stonden te zwaaien naar auto's die langs kwamen. En de Trou beweerde dat hij niks met de ontvoering te maken had, dat een van zijn handlangers, Weinstein, dat had gedaan. Maar hij beweert wel hen in zijn kelder te hebben gehad en voor hun onderhoud gezorgd hebben. Wat belangrijk is om te melden is dat Julie en Melissa waren op het moment dat ze werden ontvoerd 8 jaar, allebei. En Weinstein en de Trou vonden dit blijkbaar te jong. Oh ja, nu heb je wel opeens standaarden. Maar dit vonden ze te jong. Eigenlijk was het plan dat ze wilden wachten totdat ze volwassen waren. En ze daarna misbruiken. Of tenminste in de tienerjaar. Maar Weinstein duurde dit allemaal te lang. En het onderhoud werd hem te duur. En toen zei hij tegen de Trou, misschien kunnen we ze gewoon afmaken. Misschien is dat gewoon makkelijker. De Trou was het hier niet mee eens. Om de een of andere reden heeft hij toen besloten Weinstein te vermoorden. Waarschijnlijk ook omdat hij gewoon een getuige was en hem in de weg stond. En ook omdat hij Julie en Melissa niet wilde omleggen. En Weinstein dat wel wilde. Een week nadat de Trou Weinstein heeft vermoord, wordt hij opgepakt voor diefstal. Nee, niet voor de moord. Tuurlijk niet. Tuurlijk wordt hij niet opgepakt voor de moord. Hij wordt opgepakt voor een diefstal. En hij wordt een paar maanden in voorarrest geplaatst. Hij zegt tegen zijn vrouw, Michel Martin, jij moet voor deze meisje zorgen. Hij laat wel 2 maanden aan eten en drinken achter, zodat ze kunnen overleven. En daarna zou Michel Martin verder zorgen voor de meiden. Echter heeft ze dit uiteindelijk nooit gedaan. Ze zegt omdat ze bang was om in die kelder te komen. Ze wilde niet medeplichtig zijn, ik weet het niet. Ze heeft heel veel smoesjes bedacht, maar zij was ook helemaal in de ban van de Trou. En ik maak het niet goed. Ik praat zeker niet goed. Want ik vind ook dat zij zeker medeplichtig is in wat ze heeft gedaan. Maar dit heeft er wel voor gezorgd dat de twee meisjes dus de hele tijd na die 2 maanden zonder eten zaten. En dit had desastreuze gevolgen, zoals je je kan voorstellen. Na 4 maanden kwam de Trou eindelijk vrij. En eigenlijk het eerste wat hij deed is naar de kelder gaan. En toen zag hij eigenlijk roodmagere meisjes. Julie was inmiddels al gestorven. En Melissa stierf de volgende dag aan gewoon ondervoeding. Uitdroging. Het was verschrikkelijk. Toen heeft de Trou vervolgens een gat gegraven in zijn tuin. En de twee meisjes daar begraven. Terwijl de meisjes worden opgegraven uit de tuin. De lichamen van de meisjes. Wordt er op het terrein van de Trou ook een auto aangetroffen die met een andere vermissing weer in verband staat. Namelijk die van Anne en Eefje, een meisje van 17 en een meisje van 19, die in augustus 95 met hun vrienden op vakantie gingen. Hey, het is ik die dit aan het editen ben. En sorry voor de regen. Maar ik kwam erachter dat iets wat ik zei niet klopte, omdat mijn moeder me ondertussen had gebeld. Ik was dus aan het vertellen dat Anne en Eefje samen met hun vrienden op vakantie gingen. En één avond gingen ze naar een hypnoseshow en daarna misten ze de tram. En toen zijn ze vervolgens naar huis gaan lopen. Wat er gebeurde was dat de Trou zeg maar naast ze ging rijden en een lift aanbood. En Anne en Eefje zijn hiermee ingestemd, zijn in de auto gestapt. En vanaf dat punt verschilt het een beetje aan wie het vraagt wat er is gebeurd. Want Lelievre zegt dat de Trou zijn schuld is en de Trou geeft Lelievre de schuld. En nu mag je weer verder met de video. Oké. Wat er precies is gebeurd is volgens de Trou en Lelievre allebei een ander verhaal. Dus het is maar wat je gelooft. De Trou zegt dat Lelievre hun heeft gedrogeerd. En Lelievre zegt dat de Trou hun heeft gedrogeerd. Dus het is één van de twee. Maar de meiden worden in ieder geval gedrogeerd. En naar hetzelfde huis gebracht als waar Julie en Lissa zitten. En daar worden ze ook verkracht. Vastgehouden. En na een tijd worden ze overgebracht naar een andere locatie. En hier worden ze levend begraven. Waarom dit is gebeurd, weet ik niet. Misschien dat ze tegenspartelden. Misschien dat ze te veel vonden. Zoveel meiden, ik weet het niet. Maar helaas hebben ze die levend begraven. Eerst gedrogeerd en toen levend begraven. Dat is echt verschrikkelijk. Dat kan ik me echt niet voorstellen hoe naar dat is. Dat is echt super onmenselijk.
hoe meer eruit komt over wat de Tour allemaal heeft gedaan, hoe bozer België wordt. Vooral ook op de politie, omdat ze gewoon niet eerder deze man hebben kunnen pakken, die voor zoveel ontvoeringen verantwoordelijk is. En het is niet de eerste keer dat de politie hem op het spoor had voor dingen. Maar gewoon telkens hebben ze het laten varen en hebben ze hem laten gaan. En daar was België heel erg boos over. En vervolgens, om de Belgen nog bozer te maken, de onderzoeksrechter Conorot, die bezig was met de zaak, van de zaak al gehaald. Omdat hij namelijk bij een spaghettifeest aanwezig was om zijn steun te betuigen voor de slachtoffers. Het Belgisch gerechtshof heeft gezegd dat ze dat partijdig vonden van hem, dat hij dat niet had mogen doen. En daarom werd hij van de zaak afgehaald. Tot woede van heel veel Belgen natuurlijk. Want hij was goed bezig. Eindelijk werd de Trou opgepakt voor wat hij allemaal had gedaan. En dan wordt zo'n goede onderzoeksrechter van de zaak afgehaald. Dat vonden de Belgen verschrikkelijk. En dit resulteert in de Witte Mars van 20 oktober 1996. Waarbij duizenden Belgen massaal de straat opgaan en hun steun betuigen voor de nabestaanden. En het is heel mooi om te zien hoe alle Belgen samen stonden met de nabestaanden. En iedereen leefde mee met de verschrikkelijke dingen die er waren gebeurd. Hier schrok België heel erg, want ze kenden niet. Dit gebeurde niet in België, snap je? Dit was zoiets bizars waar niemand met zijn hoofd bij kon. Hier konden de nabestaanden wel enorm veel moed uitputten. Om te zien dat zoveel mensen hun steunen en er voor hun waren. Helaas gebeurt er 2 jaar later iets wat echt, ja, verschrikkelijk. Dat kan gewoon niet. 2 jaar later ontsnapt Mark Dutroux namelijk uit de gevangenis. En hoe kan je de meest beruchte crimineel van heel België laten ontsnappen? Dat snap ik niet. Maar goed, 3 uur later wordt hij wel opgepakt als hij de grens over wil steken naar Luxemburg door een boswachter. Maar dit zorgde er alweer voor dat België ontzettend boos was. En vooral gewoon helemaal klaar was met het gerechtssysteem en hoe het liep. Dit zorgde ervoor dat 2 belangrijke ministers uit België ook zijn opgestapt. Vanwege de woede van het Belgische volk. Maar dan eindelijk, 1 maart 2004, begint het proces van de eeuw. Zo wordt het wel genoemd. De zaak van Mark Dutroux. Mark Dutroux staat terecht, maar hij niet alleen. Ook Lelievre, Martin, zijn vrouw, en zakenman Michel Nihoul. Die wordt ook verdacht van te maken hebben gehad met de ontvoeringen. En ook een deel te zijn van het criminele netwerk waar de Trou het steeds over had. Hij stond terecht voor de ontvoering en opsluiting van Sabine, Letitia, Anne, Eefje, Julie en Melissa. En van zijn handlanger Bernard Weinstein, die hij tevens ook had vermoord. En verder werd hij ook verdacht van de moord van Anne en Eefje. Verder werd hij nog voor heel veel andere dingen opgepakt, maar dat is natuurlijk niet waar het nu over gaat. Het proces begint en eigenlijk wordt al heel snel duidelijk welke kant het op gaat. De jury wordt de kelder laten zien waar de meiden voor verschillende periodes van tijd hebben moeten zitten. En het schokte de jury gewoon zo enorm. En eigenlijk werd al vrij snel duidelijk welke kant het op zou gaan. Alhoewel de Trou nog steeds zichzelf erg zielig vond en vond dat hij eigenlijk niet al heel veel verkeerd had gedaan. Dat iedereen maar heel streng voor hem was en altijd zo zwaar. Want hij was slachtoffer van dit grote netwerk. Wat nooit trouwens is bewezen dat het er was. Waarschijnlijk is het gewoon de Trou's manier geweest van ze de schuld van hemzelf af willen schuiven. Maar hij heeft ook een 3 uur pleidooi gegeven tijdens deze rechtszaak. Hoe zwaar die het wel niet had. En hoe hij niet schuldig was en hoe hij allemaal maar een speler was, een pion in dit grote spel. Maar de jury geloofde er niks van. En uiteindelijk werd hij schuldig bevonden van alle aanklachten en kreeg hij levenslang terecht wat mij betreft. Michel Martin, zijn vrouw, kreeg 30 jaar
En Le Livre, zijn compagnon, kreeg 25 jaar. De zakenman Michel, die volgens de Trou verantwoordelijk was voor het ontvoeren van Julie en Melissa, is vrijgekomen. Wat eigenlijk ook heel erg bizar is, want als hij er wat mee te maken heeft, dan moet hij natuurlijk sowieso niet vrij uitgaan. En waar we nu zitten, is eigenlijk dat onze de Trou nog steeds vastzit in de gevangenis. En waarschijnlijk ook nooit meer vrij gaat komen. En terecht ook. Ik geloof in tweede kansen, maar ik denk dat deze man het zeker niet verdient om ooit nog de maatschappij in te gaan. Wat vinden jullie? Zou iemand nog een tweede kans moeten krijgen? Ik denk van niet. Ik denk sowieso dat hij geen normaal leven meer kan voeren buiten de gevangenis. Want dan wordt hij wel ergens aangevallen of vermoord. Of dan zorgt de buitenwereld zeg maar er wel voor dat hij op zijn plek wordt gezet. Dus ik denk dat hij nooit vrij zou moeten komen. Ik hoor graag wat jullie vonden van deze zaak. En ik hoor graag of jullie nog andere zaken van me willen zien. En of jullie het leuk vonden. En dan zie ik jullie de volgende keer bij een nieuwe video. Dag!